Als je het hebt over Razer hardware, dan denk je waarschijnlijk meteen money. Maar deze drie dingen vandaag kosten bij elkaar maar ongeveer 140 euro. Dit is zo'n beetje het goedkoopste wat Razer op dit moment te bieden heeft. En ik ga vandaag met jullie kijken of ze hun geld waard zijn. Tot zo. De producten in deze video en andere Razer producten zijn op dit moment extra scherp geprijsd op onze webshop. Check RedoxGaming.nl of de links in de beschrijving. En like en subscribe, tihi. Yo gasten, welkom bij een nieuwe video van Redux Gaming. En zoals ik zei, vandaag ga ik met jullie drie Razer producten unboxen en bekijken. Voordat ik daar naartoe ga, nog heel even dit. Die computer, de link om mee te doen is ondertussen gesloten. Maar morgen om 8 uur 's avonds gaan we live de winnaar bekendmaken van die computer. En als je denkt, fuck, dat heb ik gemist. Geen zorgen, er komt een nieuwe giveaway aan. Wink. We gaan naar de hardware van vandaag. Ik heb een Razer Death Adder Essential. Echt een klassieke Death Adder. Maar dan hebben ze op een paar dingen bespaard. We gaan zo zien wat dat is. De Kraken, ook echt een klassieker. En dit is de Kraken X Lite. Dit is de helemaal uitgeklede versie van de Kraken. Maar hij heeft nog steeds 7.1 surround sound. Dus daar ben ik eerlijk gezegd wel benieuwd naar. En tenslotte de Synosa. Ik cheat hier een heel klein beetje, want er is ook nog een Synosa Lite. Dus in principe, als je daarvoor zou gaan, zou je nog iets van 10 euro besparen. Maar ja, die hebben wij niet in ons assortiment. Die had ik dus niet liggen. Dus ik heb vandaag de Synosa V2. Synosa V2 heeft wel N-key rollover. Wat betekent dat je zoveel keys als kan tegelijk in kan duwen. En dan worden ze allemaal geregistreerd. Nou, laten we eens even kijken naar de doos. Individually backlit gaming keys. Fully programmable via Synapse. Of Synapse. Synapse. Durable spill resistant design. Nou, spill resistant. Dat wil meestal gewoon zeggen, het is een membraan toetsenbord. Number one selling gaming membrane keyboard in de US. Okay. Nou, daar gaan we. Ik ga hem eruit halen. En de kabel is ook gewoon van plastic. Dat betekent niet gevlocht of iets dergelijks. Het is allemaal super, super basic. Maar ja, goed, dat is eigenlijk precies wat je verwacht van budgetproducten. Krijg een boekje erbij. En een velletje met stickers. Hij voelt niet super licht aan of zo. Dat vind ik altijd wel een fijn teken. Ah ja, er zit wel een dopje op de connector. Dus dat is altijd netjes. En nu gaat hij aan. Hij gaat meteen Razer Synapse downloaden. Hij ziet meteen welk toetsenbord het is, bla bla bla. En het effect wat nu aanstaat is gewoon weet je wel, zo'n rainbow, zo'n cycle, color cycle. En mijn eerste indruk is eigenlijk wel oké. Ja, het is plastic. Maar zoals ik zei, hij is niet super licht. Dus niet dat hij echt heel cheap aanvoelt of zo. Toetsen voelen voor een membraan goed. Maar voor iemand die mechanisch gewend is. Ja. Ik heb bij toetsenborden altijd zoiets van, als je ooit de overstap maakt naar mechanisch, dan denk je als je een membraan voelt van, dat is niet zo chill als mechanisch. Maar als je alleen maar membraan gewend bent, dan maakt het allemaal niet zo heel veel uit. En eigenlijk ga je er niet beter van spelen of zo. Waar je wel beter van gaat spelen, is een goede muis, als je het mij vraagt. En die gaan we dan ook nu uitpakken. Dit is de Death Adder Essential. Had ik geen spinazie tussen mijn tanden trouwens. Ik heb net zo'n spinaziepizza gegeten. Nee? Nou, dat ziet toch niet. Dit is de Razer Death Adder Essential. Classic ergonomic shape. True 6400 dpi optical sensor. 6400 dpi sensor natuurlijk. Nou, de meeste mensen spelen op 400 tot 1200, dus dat zit helemaal goed. 5 programmable buttons. En ze zeggen altijd 5. Maar ja, uiteindelijk zijn het er natuurlijk maar 2. Want dit zijn gewoon je scrollwiel en je rechts en je links. Maar goed, die zou je dus ook anders kunnen programmeren, mocht je dat willen. Zo, ook weer een boekie. Oh, en ook weer een sticker. Ook deze heeft weer geen gevlochten kabel, gewoon plastic. Deze is wel een stuk dunner dan die van het toetsenbord. En dat doen ze natuurlijk met opzet, want het is vrij belangrijk dat de kabel van je muis natuurlijk zo licht en zo flexibel mogelijk is. Zodat je zo weinig mogelijk voelt dat die bedraad is. Ik heb vroeger, toen ik klein was, en dan heb ik het echt over toen ik 12 was of zo, heb ik een Razer Mamba gehad. Die had ook precies deze vorm. Dus het komt me echt heel bekend voor. En die knoppen.
En ja, dit is gewoon onmiskenbaar Death Adder design. Nou, mijn eerste indruk van de muis is, hij is zwaar. Zwaarder dan ik gewend ben. Hij weegt 96 gram. De kabel blijft nu ontzettend de vorm houden die hij had toen hij verpakt was. Dus probeer ik even een beetje zo te verhelpen. Ja, verder, wat kan ik ervan zeggen? Hij klikt lekker. Daar is in ieder geval niks geks aan de hand. Scrollwiel voelt een beetje cheap. Maar ja, wat wil je? Het is een goedkope muis. De individuele stapjes voel je niet zo heel goed. En daar ben ik wel heel erg fan van als een muis dat heeft. Voor het geval je panic, voor het geval je, zoals ik, snel schrikt. En dan per ongeluk panic swapt. Je gun swapt. Per ongeluk, dat heb ik best vaak. Hier zit de 6400 dpi sensor. En de skates. Skates voelen op zich chill. Hij glijdt lekker. Over de Redux Gaming muismat, ReduxGaming.nl, en gratis bij elke game PC, by the way. En over het algemeen, ik zou het hiermee kunnen, denk ik. Maar goed, we gaan het zo meteen zien als we een spelletje opstarten. We moeten eerst nog de Kraken Light uitpakken. En dat is deze, maar voordat ik deze ga behandelen, ga jij even liken en subscriben. Als je nooit meer een video wil missen van Redux Gaming. Dankjewel. Nou, onze Razer Death Adder Essential en onze Synosa V2 worden al erkend. Dus dan resteert alleen de Kraken nog. We worden meteen gegroet door Unlock Your Headset's Full Potential Now. Oké, dus dat gaan we zo doen. En dan moeten we deze code invoeren en dan krijgen we blijkbaar speciale software voor Surround. En ook hier weer een gebruiksaanwijzing voor hoe je dat ding aansluit. En ook hier vallen weer stickers uit. Oké, nou hier is de headset. Het oogt nu heel klein, hè? Vind je niet? Een klein pakketje. Kijk mijn handen. Maar ik heb ook al grote handen. En hier is de headset. Deze heeft wel de mooiste, meest flexibele en lichtste kabel tot nu toe. Nou, bij de Kraken X Lite krijgen we een kabel die niet detachable is trouwens, maar dat is natuurlijk omdat het zo goedkoop mogelijk moet en connectors zijn duur. Relatief duur. En we krijgen een verlengstukje. En aan het verlengstukje zitten dan een headphone en een mic los. Zoals je ziet. De groene en de roze. En aan de headset zelf zit een combo jack. Nou, steeds meer cases hebben een combo jack op de voorkant. Waaronder deze case. Dus dan kun je die gebruiken. En telefoons hebben natuurlijk ook combo jacks. Als je een headphone jack hebt. En ja, als hij te kort is, want hij is vrij kort zo. Dan kun je deze gewoon ook eraan doen. Alleen een beetje gek dat deze angled is, want daardoor hebben we nu deze contraption aan onze kabel hangen. Om de surround sound te unlocken, moeten we nu naar razer.com/7.1surround sound. Dit is wel precies wat ik dacht al trouwens. Het is dus geen headset met 7.1 surround. Het is gewoon een normale headset met headphone jacks, waar je dan met een programmaatje zoals Windows Sonic virtueel surround van kan maken. Maar dat is meestal, of eigenlijk vrijwel nooit, zo goed als dat je een USB headset hebt die dat in heeft gebouwd, zeg maar. Nou, en verder, hij is gewoon heel goedkoop gebouwd. Er zit geen verlichting in het logo. Het logo zit gewoon geprint. Dit moet een of andere mesh voorstellen, maar dit is ook gewoon een patroontje in het plastic. Dus ook dat is gewoon heel cheap. De oorschelpen zijn redelijk klein. Sowieso de hele headset is vrij klein, voor mijn gevoel. Maar goed, hij past me wel goed. Dus dat is niet erg. Die dingen zijn ook allemaal niet per se slecht. Hè. Als het geluid gewoon goed is en hij zit lekker, dan is het prima. De microfoon gaan we zo testen, maar die zit ook gewoon aan zo'n buigbaar ijzerdraadje. Ook niet super high quality of zo. Hij is ook niet retractable of iets dergelijks. Dus je kunt hem niet naar binnen duwen, je kunt hem niet eraf halen. Hij zit gewoon hier vast. En that's it. Hij is heel licht. Het is allemaal plastic, dus hij is heel licht. Maar omdat hij zo licht is, zit hij wel heel lekker, want hij is gewoon heel licht. Je voelt vrij weinig op je kop. Hij knijpt ook niet te hard. Ik heb een vrij groot hoofd en ik vind hem zelfs niet hard knijpen. Dus dan zal het bij jullie ook meevallen. En hij zit gewoon lekker. We hebben alle software geïnstalleerd. Dus ik ga nog even naar de instellingen kijken in de software. En daarna gaan we gamen en ga ik een oordeel vellen. Wat ga je spelen? Dat weet ik nog niet. Weet je nog niet? Denk Black Ops of zo. Warzone doe ik al vaak genoeg.
Ik heb alle software geïnstalleerd. Dus ik ga nog heel even naar de instellingen kijken. Kijken of alles goed staat. DPI op 800 en de polling rate op 1000. Dus deze heeft ook gewoon een polling rate van 1000 Hz. Dat is echt heel nice. De lighting. Kunnen we de lighting aanpassen? Nee, dat is wel een bummer. Je kunt dus niet de kleur van de verlichting aanpassen. Die staat standaard gewoon op groen. Goed, heel erg is dat ook niet. Want groen is wel de Razer kleur, hè. En als we dan naar Synapse gaan en we gaan naar de Synosa, dan zien we dat we die dus wel... Je kunt sowieso alle toetsen customizen. En hier bij de lighting kunnen we wel de kleur aanpassen. En ik ga dan ook gewoon Tadic groen. Nou, nu is ons toetsenbord en onze muis zijn allebei groen en onze headset heeft geen verlichting. Laten we voordat ik ga gamen nog heel even snel een soundtestje doen van het toetsenbord en de muis. En even snel van de headset. Dan hebben we alle formaliteiten gehad. En dan kunnen we daarna gewoon lekker een potje gaan Black Opsen. I guess. En nu van de headset. Oké, dit is de geluidstest voor de microfoon van de Kraken X Lite. En hij valt me eigenlijk reuze mee. Het is gewoon prima. Het hebben ze goed voor elkaar. Ik klink natuurlijk, ik klink niet nasaal. Er zit wat weinig laag in. Maar ja, wat wil je? Je vrienden gaan je gewoon prima verstaan. Lekker bezig. Nou, dat waren de formele geluidstesten. Ik weet dat jullie dat fijn vinden om dat even te horen. Het toetsenbord, de muis en de microfoon van de headset. En ja, voor de rest van mijn mening moet ik natuurlijk even gaan gamen. Want anders weet ik natuurlijk niet of het allemaal wat is. Dus ik ga Black Ops Cold War opstarten. Alright, nou aan de muziek in het menu te horen klinkt deze koptelefoon best wel heel erg nice. Ik ga even kijken of er een verschil is als ik dat 7.1 surround programmaatje sluit. Ik heb nou geen idee of het aanstaat of niet. Oké, we zijn er dus achter dat je dat... die 7.1 surround niet kan aanzetten zonder in te loggen. Dus ik ga nu even kijken, want zoals ik zei, ik heb ooit een Razer muis gehad. Username account already exists. Dit is zo typisch, hè. Ik haat het. Oké, en nu moeten we de playback device moet nu die. Enable surround sound. Oké, ik kan je nu al zeggen dat de muziek slechter klinkt. Maar goed, het gaat dan natuurlijk om hoe het in-game is. Sinds ik surround sound heb aangezet, klinkt het niet mooi. Het is echt niet mooi. Ik weet bijna zeker dat deze headset beter klinkt als je het uit laat staan. Oké. Okay. Ik meen wel. Volgens mij kan ik wel heel goed pinpointen waar shit vandaan komt. Waar geluid vandaan komt. Maar ik ga het eens even uitzetten, want ik ben nu wel benieuwd eigenlijk. Het staat nu uit. Ja, het geluid klinkt wel beter nu. Maar ik weet niet of ik... Ik weet niet of ik nu per se veel minder goed hoor waar iets vandaan komt. Want ja, het is natuurlijk nog steeds stereo. Dus je hebt nog steeds gewoon spatial awareness, zeg maar. Ik denk dat ik dit fijner vind, eerlijk gezegd. Trouwens, ik heb het nu over de headset de hele tijd. Op de muis en het toetsenbord heb ik echt niks aan te merken. Ik zou hier thuis prima mee kunnen spelen. Ja, de muis is een beetje zwaar. Dat is wennen voor mij. Ik heb altijd super lichte muizen. En het toetsenbord, ja, weet je... Dat het niet mechanisch is, vind ik niet eens het vervelendste. Ik vind het gewoon... ik vind het chill als ik geen numpad heb. Dan heb ik wat meer plek voor mijn muis. Dat heb ik nu niet. Maar ja, ik zou met dit toetsenbord echt prima kunnen gamen, joh. Nou, 13.6. Voor de eerste keer op vreemde hardware. Helemaal prima, toch? Nou, we doen nog één potje. Ik heb wel al gemerkt dat het geluid fucking hard staat. Nou, ja, het stond nog op 100%, dus dat verklaart. Trouwens, ik doe dat nu via Windows. Maar ik ben helemaal vergeten dat hier gewoon een volumeknop op het toetsenbord zit. Zo. Dan werd ik getumperd.
spawns jong op deze map. Ach joh. Ah joh. Ah jongen. Ja, het ligt niet aan de gear hoor, het ligt aan mij. Ah, pik. Echt een slechte muis. En een slecht toetsenbord. Nee, ik kan Black Ops echt niet, man. Ja, jongen. Ik heb 2 dingen geleerd. 3 dingen. Prima toetsenbord en muis. Black Ops is niet mijn spel. En ik moet niet denken dat ik kan snipen. Want ik kan echt niet snipen. Oké, stel nou, je hebt echt een strak budget. Je hebt maar 140 euro te besteden. En je wil per se, want er zijn heel veel budget opties natuurlijk. Maar je wil per se een merk. Zoals Razer. Dan hou ik je echt niet tegen. Dit is super degelijk spul. Het toetsenbord typt lekker. Het speelt lekker. Je moet je voorstellen, dit kost samen bij elkaar evenveel als mijn muis. Ik zit me nu echt af te vragen waarom ik zo'n dure muis heb. Ik vergeet gewoon echt dat ik op goedkope spullen aan het spelen. En dat is dat is iets goeds. Om dat te vergeten, moest ik wel de surround optie uitzetten van de headset. Want die is echt heel shitty. Dat klinkt gewoon echt niet mooi. Maar zodra je die uitzet, heb je gewoon echt een prima headsetje. Zowel de muziek in het menu als het in-game geluid is goed. Zoals ik zei, het toetsenbord typt lekker. Ja, ik zat even met mijn muis er tegenaan omdat ik TKL gewend ben. Maar verder is het gewoon een prima ding. Kleur kun je instellen. Je hebt wat multimedia toetsen, volume knoppie. Verder allemaal helemaal niks speciaals. Weet je, de muis ook, maar 5 knoppen. Niet eens RGB, gewoon alleen groen. Maar eigenlijk telt dat allemaal niet. Wat telt is dat dit gewoon een hele fijne muis is met de vorm van de Death Adder. De klassieke vorm. En you can't go wrong met de vorm van een Death Adder. Knoppen voelen prima. De sensor is prima. 1000 hertz polling. Ik vergat gewoon dat ik op goedkope spullen aan het spelen was. Goed spul. Ben je nou geïnteresseerd in een van deze spullen? We verkopen ze op de website. En nee, ik weet dat mensen in de comments gaan zeggen, als je het zelf verkoopt, dan is het toch geen onpartijdige review. Maar als het shitty is, dan beloof ik, dan zeg ik jullie dat. Dan zeg ik tegen mijn baas, dan zeg ik tegen Lon, bedoel ik dan, dit is shitty, dit moeten we niet verkopen. Geloof me dan maar. Dit spul zou ik in ieder geval wel kopen. Het is verkrijgbaar via de link in de beschrijving. Het kost bij elkaar ongeveer 140 euro. En voor 140 euro, super. Vond je dit nou een leuke video? Drop even een like en subscribe als je nooit meer een video van Realist Gaming wil missen. Morgen om 8 uur de livestream van de giveaway van de PC. En geen zorgen als je deze gemist hebt, er komt een nieuwe giveaway aan. Wat het precies gaat worden, dat ga ik jou nog lekker niet aan je neus hangen. Maar ga er maar vanuit dat het dik wordt. Dit is trouwens de 4e PC die we weggeven al. De tijd gaat echt heel snel. Heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk zie ik je snel terug bij de volgende video van Realist Gaming. Alles voor gamers. Tot de volgende keer. Peace.